Hallo en welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Deze week hebben we best wel zware ongevallen. Je hebt van die weken, dan gebeuren gewoon heel veel wat zwaardere dingen. En je hebt ook wel eens weken, gebeurt niet zoveel. Nou, deze week hadden we wel een mooie. Die heeft zelfs ook het regionale nieuws overal wel gehaald. Ik had al een foto daarvan ook op mijn Instagram gezet. Volg je die nog niet, moet je uiteraard even doen. Tow Truck Tim met puntjes overal tussen. Dus tow.truck.tim. En als je dan toch op Instagram bent, volg gelijk even ons bedrijfskanaal. A.Barendrecht BV op Instagram. Is wel zo leuk, zien jullie niet alleen mij natuurlijk, maar ook allemaal andere collega's. En alle auto's die we hier in de vloot hebben. Dus ik denk dat als je takenauto's mooi vindt, is dan een leuk kanaal om te volgen. De vakantievideo's die komen natuurlijk ook nog. Die ben ik vorige week helemaal vergeten. Maar deze week neem ik jullie nog mee een klein stukje in mijn vakantie. Dus dat was het voor nu. Veel plezier met de video en tot zo bij de eerste melding. Door te nemen, dus die krijgen jullie nog even. Even kijken hoor, er waren vorige week 557 ongevallen, dus dat was ietsje meer dan die week daarvoor. 2662 pechgevallen, 53 onbeheerde voertuigen en we zijn 886 keer voor niks uitgereden. Je zal zien, dat zei ik vorige keer ook al, dat het steeds weer ietsje drukker wordt naarmate het weer slechter wordt, het wat kouder wordt en zo. Dus deze hebben jullie nog gehad. Nu echt veel plezier met de video. Barendrecht met Tim, goedemiddag. Zo, we reden op de A29 en ik reed op rechts en ik zie op links een ongeval gebeuren. Dus ik ben gelijk gekeerd om die kant op te gaan en we gaan eens even kijken. Ja, we zullen als eerste plaatsen zijn wat we daar voor die mensen kunnen doen. Dus we gaan die kant op. Team Gerard. Hey Gerard, mag het kruisje één portaal terug? Want hij staat nu echt net voor het kruis, het ongeval. Kan dat? Ik ben bezig voor je. Oh, nou kijk eens aan. Ja, dat regel ik voor je. Ik moet kijken, joh. Hij staat er al op zelfs. Nou, super. Ga ik even vragen of die mensen of ze allemaal in orde zijn. Want de vangrail... Ja, jij bedoelt eentje terug bij 15.4 staat hij nou op de eerste kruis, hè? Eentje voor mij. Ik weet even niet direct met de palen hier uit mijn hoofd. Of wordt er één voorbij jou? Echt richting de tunnel nog even? Nee, voor mij. Oké, die staat erop nou. Bij 15.4 staat er een kruis en dan verder waar jij nou staat. Okay. Ik heb hem nou op de... Ik ga het even uitstappen, dan hoor je zo of ik nog een ambu of in nodig heb. Oh, die zijn aan rij. Oké, super. Dankjewel, hoi. Hallo, is iedereen in orde? Ja hoor. Ja? Ja. De ambulance komt eraan. Ambulance is onderweg, ja. Ik ben verpleegkundige, dus vandaag... Oh, nou, kijk. Dan kan ik u beter hier laten. Ga ik even bij de rest kijken ook, ja? Ja, die hebben niks. Want mijn auto heeft gestopt. Ja? De auto die hem geraakt heeft, het is ook open. Die is doorgereden. Dus dit is de enige auto met schade? De enige auto met schade, okay. Ja. Oké. Het zijn er meer, ik kan niet. Sorry? Ja, er waren er meer, maar die zijn doorgereden. Ja, precies. Oké. Nou goed, dan wachten we even de ambulance af en dan gaan we daarna beginnen. Ja, ik zag het soort van gebeuren. Tenminste, ik reed aan de andere kant. Toen stond het net stil. Ik ben gelijk gekeerd.
Ah, je staat hier natuurlijk kloten. Ja, ik dacht niet op de supermarkt en staat de auto goed aan de kant. Ja, ik heb gelijk kruisen laten plaatsen. Ja. Want er stond nog niks toen ik hier reed. Nee. Ik kwam echt op het allerlaatste moment allemaal. Ja, ik ga even pionnetjes pakken. Ja. Zo'n last van zijn nek, ja? Maar deze mevrouw is gestopt, heeft er niks mee te maken, die is verpleegkundige. Mooi. Dus die zit bij hem en verwacht op de ambu. Goedemorgen. Zijn er gewonden? Ja, één, maar deze mevrouw is verpleegkundige, die is gestopt als soort getuige om die meneer even te helpen. Okay. Hij heeft last van zijn nek. Hallo. Ja? Zit uw sleutel erin, want het raam staat open, doe ik hem even voor je dicht. Dat is jouw. Anders is hij helemaal nat dadelijk. Uit, dan staat die mevrouw de accu ook nog leeg. De sleutel voor dat de accu raak leeg is. Oh ja, dankjewel. Ja? Alsjeblieft. Daar komt Rijkswaterstaat. Die gaan mij overnemen en dan kunnen wij gaan bergen. Ik ben nu al helemaal zeiknat. Is het crisis in Amsterdam? Sportief gezien gaat het natuurlijk niet goed. En er is ook veel onrust over de technisch directeur. Deze fan is er wel helemaal klaar mee. Het is echt belastend. Echt belastend. Ik kan niet geloven. Met mijn club en... Nou, doe dit nog. Oh, jongens, jongens, jongens. Kom op jongens, ik moet even ertussen. Politie vragen hoe we gaan doen met formulieren en zo. Ja, en of ze enig idee hebben waar de sleutel is, want het gaat weer allemaal zo snel, je kunt nooit wat vragen. Sleutel? Van? Ja, van die auto. Hij draait nu nog, maar... Hij draait nog? Ja. Oh, oké. Okay.
ook niet meer dicht. Maar waar is die sleutel? Zo, die meneer is bij het tankstation met de politie en de tegenpartij. Er was toch nog een vrachtwagen gestopt die er blijkbaar wat mee te maken had. Ze dachten dat er ook mensen waren doorgereden, maar die vrachtwagenchauffeur was gewoon keurig gestopt. Alleen een stukje verder, omdat hij daar niet meer direct kon stoppen. Denk wel de beste oplossing, want daar stond hij veilig. Nou, met meneer gaat gelukkig alles goed. Ambulance heeft alles oké bevonden, dus ja, dat zijn de professionals die weten hoe dat zit. Wij gaan de auto meenemen bij ons op het depot en dan gaan we het zien. En zoals ik zei, we waren als eerste te plaatsen. Ja, dan moet je gewoon even zorgen dat iedereen veilig staat. En eigen veiligheid eerst en dan natuurlijk ook zorgen dat de mensen veilig zijn. Ik vind dat wel altijd... leuk is misschien het verkeerde woord, maar het geeft wel een soort kick als je ergens als allereerste bent en dan een soort van alles op moet gaan zetten. Oké, vind ik... Ja. Wel leuk, denk ik. Voor die mensen is het niet leuk, maar voor mij in het werk is dat leuk. We gaan hier gewoon naar het depot en dan gaan we kijken of er verder nog wat gaat gebeuren. Dus tot straks. Het is een heel groot ongeluk volgens de nieuwsites gebeurd bij Delft op de A4, waardoor de keteltunnel is afgesloten. Nou, dat resulteert in file tot en met, wat is het hier, Hoogvliet. En er staat nu dus iemand in de Benelux-tunnel stil met pech. Dus daar gaat waarschijnlijk ook minimaal één baan van uit. Ik ga mijn best doen om zo snel mogelijk daar de weg weer vrij te maken, zodat de file voor jullie ietsje minder is. Dus we gaan die kant op. Hij is wel afgesloten over 25 Stilstaand voertuig. Hallo Tim, met Irene. Hallo Irene, inderdaad met Tim. Ik sta in de net uit de Benelux tunnel. Wat is dat? 72,5 denk ik. Ja, ik zie november. Je staan, ja. Ja, ik word beveiligd door de marechaussee, dus ik ga hem er gelijk optrekken. Oh, dat is goed. Geef het door aan mijn collega die erachter zit. Jo, bedankt. Naar marechaussee te beveiligen. Ja, ja, hij mag mee. Jo, hoi. Hoi. Wat hebt hij? Ja, doe door. Hij is goed voor... Oké. Marechaussee stond bijna altijd. Ja, ja. Kijk, weet je wat het is? Als ik bij de berging zou werken, en je weet zo'n donderschroef op de hele lucht moet rijden. Ja. Ik zou het zelf ook fijn vinden. Ik heb liever dat ze tegen mij nou gewoon rijden, dat ze niet tegen jou gaan rijden. Ja, nee, tof. Maar het is druk vandaag, man. Zo, niet normaal. Het is nat weer. Ja. Het is bij Delft een groot ongeluk gebeurd, ja, waardoor die keteltunnel dicht is. Ja, zie je het resultaat. Achtervoertuigen,
Dat weet ik niet, maar... Ja, 8 voertuigen, 8 gevolgen, snelweg, paar gewonden. Ja, trauma jullie was... Ja. We gaan er even op zetten. Ja, wij stonden net bij naar de botlek daar. Oh ja, daar staat een collega van mij. Ja, ik heb net gekeken. Oh ja. Ja. Nee, je niet. Wordt een beetje stroom op, anders gaat hij niet in zijn metaal. Als je iets moet doen, moet je iets zeggen. Ja, kom goed, kom goed. Ik ben al lang blij dat je er staat, Jules, daar hebben we al mee geholpen. Leuk even kijken. Ja? Hij mag wel een dag mee hoor. Kijk uit, ik ga hem trekken. Afgezet bij de afrit. Ik denk dat de dynamo kapot is, want dat ding stond zonder stroom. Of ze hebben heel lang de gevarenlicht aangehad, maar ik kan me niet voorstellen dat ze daar zo lang hebben gestaan dat die accu is leeggetrokken. Want zeker bij de tunnels, daar staan continu camera's op, die worden echt wel snel opgemerkt, die auto's. Nou goed, wij hebben ze dus afgezet en dan kunnen ze verder weer wat regelen. Dan gaan wij weer door naar de volgende. Althans, als het ieder is, nu nog niet, maar zodra er een melding komt, dan uiteraard weer door. Dus tot straks. Ik heb voor de camera onze directeur getrokken, want ik heb uitleg nodig, die jullie ook graag willen horen. Vanaf 1 oktober wordt ons gebied vergroot en ik ga aan Patrick vragen om uit te leggen hoe dat werkt. Elke berg heeft zijn eigen gebied en daar kan je dus één keer de zoveel tijd iets bij krijgen. En hoe gaat het in zijn werk? Nou, dat zou ik uitleggen, dat is op zich niet zo heel moeilijk. Elke 3 jaar volgt er een aanbesteding. Dat gaat gewoon via Rijkswaterstaat. En daar schrijf je in. Dat gaat op 2 manieren. Ten eerste het gebied wat jij wil hebben. Of wat jij nog steeds hebt en niet wil kwijtraken aan iemand anders. Die kies je. Daar gaat het om prijs en om tijd. Dus je kan heel duur zijn. Maar als jij dan een hele lage prijs hebt. Of tenminste een hele hoge prijs maar een hele snelle tijd. Dan krijg je het gebied alsnog. Het is erg belangrijk dat je gewoon inderdaad snel bent. Daar ben je eigenlijk gebieden mee. In dit geval gaan we dus het gebied van Roos betrekken. Ja, het oude gebied waar jullie mij vaak hebben zien werken, dus dat is vanaf Maassluis tot en met 80 kilometer stuk bij Rotterdam en de Benelux-tunnel tot en met afslag Delft, dat krijgen we nu bij Barendrecht er ook weer bij en een gebied bij Hellegatsplein. Ja, en we gaan ook een stukje omlaag. Het is eigenlijk een eiland zeg maar onder Middelharnis. Of het is het eiland van Middelharnis, als ik me niet vergis. Dat is inderdaad een nieuw stuk gebied wat wij nog nooit hebben gedaan. We hebben dat gebied wat jij hebt gedaan, hebben we al een keer gehad. Ja.
Dat is een soort project, zeg maar, om te kijken of dat lukt. Maar daar zullen weinig aantallen uitkomen. Ja, precies. De grote aantallen liggen hier vooral wat we al hebben op de A15 en A16. En dan dat stuk wat we erbij krijgen rond het Ketelplein, dus Zwijnenskerdam, daar zullen de grootste aantallen gevallen. Maar omdat we dus al die aantallen erbij gaan krijgen, zijn wij ook op zoek naar nieuwe mensen. Ja. En wat zoeken we? Nou, dat zal ik uitleggen. Wat zoeken wij eigenlijk beter niet, kan je zeggen. We hebben eigenlijk alles nodig in de gradatie van lichte berging, zware berging en planning. Planning, omdat we eigenlijk toch wel naar een 24 uur bezetting willen, maar met name eigenlijk wel de avonden, want die zijn nog onderbezet. Lichte bergers, altijd welkom, ook zonder ervaring, want eigenlijk leiden we ze het liefst zelf op, zonder dat ze van tevoren al een opleiding hebben gehad. Want die moet je toch een beetje weer omschakelen, zeg maar. Ja, en als er een zware berger is, die denkt, joh, dat lijkt me leuk bij Barendrecht. We hebben er 2 en we zijn op zoek naar nummer 3. Dus het zou zomaar kunnen dat je daarin post. Dus zie je het nou zitten om mijn collega te worden, en natuurlijk niet alleen voor mij, we zijn hier met een heel team, maar onder andere mijn collega, kan je solliciteren via? Ja, ik zou het gewoon doen naar info@barendrecht. Dan zien wij het allemaal. Dan kunnen we daar een mooie keuze uit maken. En wie weet kunnen we jou binnenkort welkom heten. Ja. Dus alvast welkom bij Barendrecht, degene die het wordt. Ik kijk er nu al naar uit, ik denk Patrick ook. Zeker. Je ziet het ook, hè, trouwens, de lijn hier loopt ook gewoon in het oranje. Ja, dat, we gewoon samen op pad. Dat geeft wel iets aan over de bedrijfsvoering binnen Barendrecht. En vergeet alle leuke feestjes niet, hè? Alle leuke feestjes horen daar ook bij. Oké, bedankt. We hebben een melding gehad in Hoogvliet, waarbij een Ford Focus tegen een object is aangereden. Dus we gaan eens even kijken hoe erg het allemaal is. Voor hetzelfde geld is alleen de bandlek of iets. Maar ik weet het niet. We gaan die kant op, gaan we even kijken. En dan gaan we of repareren als dat nog kan. En anders gaan we het wegbrengen. Dus tot zo! Tegen een object aangereden. Ja, dat is wel duidelijk. Ik denk dat het die paal was. Tering. Schuin die kant op trekken, zet ik mijn auto schuin ervoor. Kijken wat er gaat gebeuren. Dus je ziet, alles is helemaal verbogen. Ja, ja, zonde, man. Ik heb ook ooit een ST gehad, maar dat model hiervoor. Gaat me geld. Zo'n 2,5 liter. Ja. Ja, ben je niet al risk ook? Nee, man, deze niet. Ja, zuur. Zeker, ja. Maar je hebt zelf niks, dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. Kijk, natuurlijk, van je spullen is het altijd zuur, maar... Ja, daar komen we wel weer overheen. We komen ook wel eens anders tegen, weet je. Ja, ja, ja. Leuk, ja, ja, ja. Jij rent mee naar het schadebedrijf, denk ik ook. Ja. Niet schrikken. Sorry? Niet schrikken. Nee, geef het jongen recht voor. Thank you.
Nou, dat was niet alleen een lekke band. Al had hij die ook wel, maar wel iets meer. Echt zonde van zo'n auto. Ik vind dat altijd wel mooie auto's, zo'n Focus ST. En dan ja, is het uiteraard zonde dat hij er zo bij staat. We hebben hem afgezet bij de schadehersteller. Ja, ik ben geen schade-expert, maar aangezien het chassis ook helemaal naar binnen stond, weet ik niet of daar nog wat mee gedaan wordt. Maar goed, we zullen het waarschijnlijk nooit weten. We gaan nu kijken of er verder nog iets gaat gebeuren. Ik ben een beetje ziek vandaag. Het is irritant, want zoals jullie weten, als jullie me al lang volgen, heb ik echt een gruwelijke hekel aan mijn ziek voelen. Dus, maar paracetamol is mijn beste vriend vandaag. Dat komt vast wel goed. Zolang ik geen koorts heb, kennen we gewoon door. Dus we gaan kijken of er nog wat gebeurt. Tot straks. We gaan naar de A15, net voorbij Hoogvliet. Daar is een ongeval gebeurd op de parallelbaan. De X in dit geval. De A15 rechts, 51-2X. Daar hebben we een EDO-melding gehad. De elektronische detectie ongevallen. Zoals jullie weten, die LCM-meldingen kunnen door meerdere partijen worden aangemaakt. De wegbeheerder, dus de Rijkswaterstaat. De politie, een alarmcentrale of een EDO-melding. Nou, dan wordt dat dus gedetecteerd dat daar een botsing heeft plaatsgevonden. En dan gaan we die kant op. En ik weet niet of dat toevallig alleen bij mij is. Maar of ze zijn loos, of ze zijn heftig. Dus we gaan kijken wat het in dit geval van de twee is. We gaan die kant op. Gaan jullie het zo zien? De ambulance komt ook al voorbij. Op de andere kant heb ik ook al brandweer gezien. Dus er zal best wel wat aan de hand zijn. Ik kon het alleen net niet zien toen we daar zeg maar tegenovergesteld reden. Maar we zijn er bijna, dus dan gaan we het zien. De Rijkswaterstaat uiteraard onderweg. Nee, de ambulance keert verkeerd. Die rijden hierboven, maar die moesten één verder zijn, want nu komen ze hier niet. Of we hebben een andere doorgang waar ze wel doorheen kunnen. Maar of ze gaan naar een andere melding. Ik weet het niet, maar we gaan het zo zien. Heb jij daar wat voor? Want anders moet ik CNV opgestart. Nee, dit wordt wel CNV denk ik. Ik heb nooit genoeg speelbaarden om dat vast te zetten. Nou, kijk. Zou je de CNV op willen starten? Wij zeg maar eigenlijk de slechte kant op. Ja. Het hele reservewiel ligt eronder vandaan. Ja. En die fietsenvanger, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die is helemaal verbouwd. Je ziet die andere dus deel uit. Ja hoor, geen probleem. Ja, bedankt. Kijk,
waarom ik het nou zo doe en niet achterstevoren, is omdat anders heel de weg weer dicht moet. Kijk hoor, dat is de andere. Gaat die stoel nog naar achter? Of? Zie maar hoe sterk dat is. Ga jij het zo redden? Wat gaan we doen? Nee, ik wil zeggen, hij is al onderuit. Ja, tuurlijk. Ik denk, trek hem ervan af, want als ik mijn wagen omdraai en hem achter zijn voor eraf trek, dan moet weer heel die berg dicht. Nee, dat misschien niet echt op. Heb jij nog iets nodig? Heb je nog ruimte zo? Ja, ruimte zat. Zeker 92. Oh, inschattingsvouwtje op 3 centimeter. 1, dat is 2. Even kijken hoor, eerst die stoel eens wat naar achter. Neutraal, de handrem ervan af. Kijk zo in de motorkap in. Niet normaal. Zo. Tegen het wiel aan. De luchtbal die as is helemaal ontzet. Lijkt wel. Yo, hoi. Ik ben met Bergman Brutto. I don't speak Bulgarian, sorry, English. Drop me the floor over the top, over the top of the floor. Sorry, I don't understand. Ja, oké. Que pasa? Que quieres? Dois chaves, três voltos, rápido. Ah, ok. El otro lado. Pergunta para... Sim, pero tu caminhão, hij gaat op de vluchtstrook, toch? Of waar gaat hij naartoe? Ik heb geen idee. Dat is aan Rijkswaterstaat. Ah, oké, okay. Rijkswaterstaat is aan het overleggen om deze vrachtwagen op de vluchtstrook te zetten. Ze moeten wel uitkijken, want die as lijkt wel iets ontzet. Ja. Juist.
Als je hem verplaatst, die balg voor bij deze as, ja, die lijkt wel helemaal. Ja, aan die kant leek het erger. Nee, ik denk dat wel meevalt. Maar hij loopt in ieder geval wel iets aan daar. Aan tegen, die kant. Tegen zijn wiel aan. Ja, tegen zijn wielkuip en zo. Maar als die natuurlijk ontzet is. Als je maar naar boven kan rijden. Ja, ik weet niet of het een liftas is. Of hij hem in kan trekken. Dan ben je er helemaal vanaf. Dan kan hij makkelijk hier naar de afrit rijden. Dat zie je niet. Ik weet, ja, maar Bulgaars is niet zo goed. Nou ja, mijn is gewoon kut. Ja? Nou, kan je hem niet even een spanband omheen leggen? Dan moet hem iets opeisen. Ja, maar hier, die balk, die loopt in het wiel. Zo hier, deze bol. Ja, als hij daar los raakt, dan valt hij er al. Je toet op elkaar. Ja, probeer maar. Snap je? Dat zei je. Maar hoe zwaar? Als nou één iemand meeloopt, dan vreemd je even zo vast. Maar is het een liftas? Heb je iemand dat aan hem gevraagd? Ben je ook? Je spreekt geen taal, toch? Nee, ik zeg taal. Oh. Ik ruik sterk. Heb je die ijsband nog? Misschien kan je vragen of die omhoog kan. Je hebt liftassen. Als die omhoog kan, dan ben je veilig. Liftassen heb je meestal aan de trekken, niet op de tweede, toch? Nee, trainen ze ook. Ja? Ja, is dat de achterste? Nee, juist niet, toch? Nou ja, de middelste. De voorste of de middelste. Hey, jullie komen eruit. We gaan even terug naar Brug. Ja. Mooi. Hij kan gezegd. Hij kan eruit. Dus, hij kan eruit. Hans gaat redelijk goed eruit, toch? Ja. Ik spreek geen Duits. Nee. Hij is gewoon vrij, hoor, nu. Ik heb zo'n beetje aan, ik heb veel. Net erop de deur, wel aan te rollen. En dan een spanbandje erom en... Kijk, dat gaat niet hard. Dan kan hij daar een monteur laten komen. Heeft de collega's waar je naartoe gaat? Room. Gaat iemand naar het ziekenhuis, anders geef ik kaartje mee? Nee, wij gaan niet naar het ziekenhuis. Nee. Ja, Room, Barendrecht. Ja, Barendrecht en Room. Kom maar goed. Ja toch. Ik ga me even afmelden en dan bedankt. Dus, edo-meldingen. Of heel heftig of loos. Nou, jullie kunnen denk zelf al invullen onder welke categorie deze hoort. Ik denk dat de berijders van heel veel geluk mogen spreken dat, dat ze nog ademen. Ik bedoel, als je daar op de bijrijdersstoel zat en je krijgt zo dat chassis van die vrachtwagen naar binnen. Oh, ik krijg gewoon kipvel als ik over nadenk. Dat is echt niet oké. Okay. Autootje hebben we van de vrachtwagen afgetrokken en toen de bak op. Dat deed ik expres omdat er al zoveel file stond. Ik had hem eventueel achteruit zo de bak op kunnen trekken. Maar dan moet het verkeer weer stilzitten. Dan moet ik mijn auto om gaan draaien. Had het wel aan één handeling gekund. Maar zo lang ben je nou ook weer niet extra bezig. Dus dit was de beste oplossing voor de verkeersdoorstroming. We gaan hem nu in ieder geval bij ons op het depot neerzetten. En dan hopen dat het goed komt met die mensen. En dan gaan we uiteindelijk vast wel horen waar de auto naartoe mag of wat daarmee gedaan moet worden. Maar ik heb zo'n idee dat het sloop wordt. Dus we gaan hem wegzetten. Dat was alweer het einde van de video. Nou, ik denk dat ik niet gelogen heb dat er echt wel soort heftige meldingen bij zaten. Gelukkig ging alles redelijk goed met de betrokkenen. Ze zijn uiteraard wel afgevoerd met de ambulance, maar waren uiteindelijk gewoon aanspreekbaar. Al mijn collega's die zitten hier leuk te doen. Kijk, hier hebben we er één. Ja. Nee, wat deed je net? De mensen van die Peugeot die zijn wel afgevoerd met de ambulance, maar waren uiteindelijk gewoon aanspreekbaar. Dus dat is wel fijn. Verder gaan we het volgende week weer zien. Volgende week hebben we een avonddienst, dus dat is weer even anders. Die heb ik hier eigenlijk nog helemaal niet gehad. Dus dan werken we van 3 tot 12 s'avonds. Dat ligt net anders dan bij mijn vorige werkgever. Gaan we even kijken wat s'avonds allemaal in dit gebied gebeurt. Voor nu, maak het niet erger, bel een berger en tot volgende week. Oh ja, en vergeet niet te solliciteren. Doei!